Vital Heijnen, ja, volleybal is een eerlijke sport. De beste wint doorgaans. En vandaag was er geen twijfel mogelijk. Hè. 0-3. Jullie hebben eigenlijk nooit kansen gehad, heb ik de indruk. Ik ben je nog voorzichtig. Hè. Het was heel duidelijk. Hè. Als wij niet ons allerbeste voorbeeld brengen en Trento wil geen slechte dag hebben, dan is dat verschil immens groot. En ik denk dat we nog een tweede set, geloof ik, 22 punten halen, omdat Trento ons even wat zou komen. Maar eigenlijk was het... ja, het was gewoon immens verschil tussen de twee teams. Waar je moet zeggen, dit Trento, ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Hè. Tegen zo'n ploeg spelen die gewoon, als ze willen scoren, die er gewoon overheen slaan. Op het moment zeggen, nu is het weer tijd om te scoren. We komen gewoon niet bij die bal. Ja, dat is interessant misschien voor sommigen. Maar als coach is dat een heel moeilijke wedstrijd. Ja. Trentino kende met dat systeem van de Golden Set het gevaar van die uitwedstrijd. Was geweldig gefocust, wilde hier absoluut winnen natuurlijk. En toch had ik de indruk, jullie hebben niet het beste niveau gehaald. Of is dat gewoon onmogelijk tegen zo'n team? Maar goed, ik ben niet tevreden, maar ik moet even terug gaan kijken. Ik denk dat jullie ons beste niveau gehaald hebben. Hè. Aan de ene kant is Trento die ons niet in de wedstrijd laten. Aan de andere kant bij ons zijn een aantal mensen die misschien toch niet... die iets te veel willen, hè. Want dat krijg je in zo'n wedstrijd. Je wilt te veel gaan bewijzen wat je allemaal kan. En dat leidt tot een aantal fouten in plaats van ons gecontroleerd volleybal. Hè. Maar... dat had misschien wel een paar punten meer opgeleverd. Maar als Trento zo speelt, zijn ze enkele maten te groot. En dan hadden we één maatje korter bij kunnen komen, maar meer niet. Ze gaan thuis natuurlijk ook vol door. Maar hoop je dan toch op iets wat onderschatting na die makkelijke zege? Nee, maar goed, ze zullen wel een stukje onderschatten. Maar ik moet ook eerlijk zijn, ze moeten heel veel onderschatten. Hè. Ze staan de eigen competitie ook ver voor. Daar is geen reden om de wedstrijd tegen ons niet voor te bereiden. Dus in dat opzicht... goed, wel alles op de thuiswedstrijd. Wij wouden hier vandaag meespelen. Dan moet je realist zijn en dan zal het verhaal wel heel moeilijk worden. Maar goed, het is wel nu gesproken een half uur na de wedstrijd. Ik ken mezelf tegen morgen, ben ik toch wel bezig om een plan te maken hoe we toch nog kunnen winnen daar. Dus dat gaat wel komen en zo, maar even realistisch is dat niet, nee. Maar volgende woensdag weet jij, we winnen in Trento. Ja, heel zeker. Hè. Dat geloof ik altijd. Hè. Je moet een plan maken om te zeggen van ja, het kan. En nu ga ik even... kijk, onze servicetactiek werkte. Serveren deden we het zeer goed, brachten we een moeilijkheden. Maar het vervolg van dat verhaal was te matig. Hè. Dus je ziet, ik zie zelfs nu na die wedstrijd waar we absoluut kansloos waren, en zie ik toch alweer elementen. Denk van, misschien valt er iets te doen. En dat gaan we de volgende dagen verder uitzoeken. Dat is geen andere keuze. Hè. Ik wil niet verliezen, hè, dus daar moet ik iets aan doen. Oké, we gaan zien volgende week. Bedankt.